jazzmuziek, ja. Er zijn vele mensen die in de loop der tijden hebben getracht daar een definitie voor te vinden. Het is niemand ooit gelukt en het zal mij ook niet gelukken. Je kan er allerlei mooie verhalen over houden. Want het is een muziek waarin je zo vrij bent dat je lekker allerlei dingen doen en laten kunt die je zelf wil. Het is een zeer ritmische muziek. Het is een muziek die afstand van de Noord-Amerikaanse neger. Enfin, ga maar door, je kan er een heleboel verhalen van vertellen. Maar niemand weet er nou eigenlijk precies het fijne van. Wat wij graag willen doen op deze plaat, dat is in de eerste plaats wat misverstanden uit de weg ruimen. Ik ben een jaar of 12 geleden met die jazzconcerten begonnen met een toelichting op scholen, op middelbare scholen. En een jaar of 12 geleden lag het eigenlijk helemaal anders dan het nu ligt. Er waren maar heel weinig mensen die een greintje vertrouwen hadden in jazzmuziek. In de regel, als ik dan op een school binnenkwam, stond de directeur, die stond aan de deur, of de rector, een beetje argwanend mij aan te staren. En dan zei hij zo bij het binnenkomen, meneer Jacobsen, we doen dit nou wel. Het is een experiment. Wilt u het vooral een beetje kalm aandoen? De jongelui zijn nog wel eens aan de wilde kant en ons meubilair is nog vrij nieuw. En dan zit je dus af te vragen, wat zou zo'n man ermee bedoelen? Waarschijnlijk dacht hij ermee van, nou, daar komt een aantal wilde figuren komen er binnen, die gaan muziek spelen, waarbij ogenblikkelijk mijn hele school afgebroken wordt en gedaan wordt. Enfin, ik ben er nooit helemaal achter kunnen komen. Wel als ik dan het concert had gespeeld, na zo'n uur, dan werd je in de lerarenkamer gevraagd en dan zei ze, ach, het valt ons eigenlijk wel erg mee. Sommigen vonden het dan helemaal niet mooi, en dat kan ik me ook heel goed begrijpen. Het is een muziek die soms wel wat moeilijk ligt. En ik kan ook er heel goed in komen dat er altijd mensen zijn die op me afkomen en zeggen, Jacobs, wat doe je toch weer moeilijk? Jij speelt in het begin een melodietje en aan het eind komt hij nog even terug. En daartussenin gebeuren er allemaal dingen waar we eigenlijk geen touw aan vast kunnen knopen. Nee, het is een muziek voor moeilijkdoeners, zeggen ze dat. En dan voel ik me altijd een beetje petenen getrapt en denk ik, hoe kan ik die mensen nou duidelijk maken dat het toch eigenlijk een heel mooi soort muziek is? Hoe je bruggen kunt leggen, bijvoorbeeld tussen klassieke muziek en jazzmuziek. Hoe je bruggen kunt leggen tussen jazzmuziek en de hedendaagse popmuziek, waar niemand eigenlijk flauw benul van heeft. Maar alles dat grijpt zo nauw in elkaar. En dan ben ik een jaar of 12 geleden begonnen met die schoolconcerten te geven. Alleen om te proberen iemand een kijkje in de keuken van de jazz te geven. En dat wil ik nu graag op de plaat ook proberen te doen. Laten we beginnen met uit te gaan van het feit dat je een melodie moet beginnen te spelen. Je moet een melodie zelf gemaakt hebben, gecomponeerd hebben, een eigen compositie. Of je zegt van, hé, dat orkest uit Amerika of uit Engeland, dat klinkt zo geweldig. Laat ik die melodie eens over gaan nemen. En nou neem ik als uitgangspunt een melodie die ik dacht ik allemaal kennen. Zowel de ouderen als de jongeren onder ons. Dat is Summertime van George Gershwin. Daar ben ik weet niet precies hoeveel jaar geleden, mee begonnen. Ik hoorde dat nummer. Ik denk, ja, dat is goed. Laat ik dat proberen na te spelen. Dan zet je de grammofoon, zet je naast de piano of de vleugel, dan ga je die plaat, die ga je grijs draaien. En uiteindelijk heb je het melodietje in je hoofd zitten en dan ga je dan met één hand ga je dat naspelen. En dan krijg je iets als dit. Daar is natuurlijk nog niet veel aan, dat geef ik graag toe. Het klinkt wat kaal, wat iel, er moet wat bijgevonden worden. Akkoorden, en zo'n akkoordenschema, daar ben je nog wel even aan bezig. Eerst vind je wat makkelijke akkoorden, iets als dit. Ja, het klinkt wel een beetje plechtig eigenlijk. Het heeft nog heel weinig met jazz te maken. Wat zijn nou die akkoorden die je specifiek jazzakkoorden noemt? Nou, dat is ook moeilijk om daar een definitie van te geven. Maar het zijn in de regel akkoorden die toch een beetje anders klinken dan de componist eigenlijk aanvankelijk heeft bedoeld. Je zou bij dit Summertime bijvoorbeeld dit akkoordenschema kunnen spelen. Denk je van, nou heb ik die melodie gespeeld, heb ik dat akkoordenschema gespeeld. En dan schermt iedereen altijd zo met het bordje van, jazzmuziek is iets waar je vrij bij kunt zijn. Daar kan je gewoon alle kanten op die je zelf wil. Dat gebeurt wel in sommige vormen van jazz. Maar aan de andere kant zijn er spelregels. Je zou kunnen zeggen zoals in de sport. En dan moet je je strikt aan houden. En een van die spelregels, dat is dat akkoordenschema. Dat heeft een bepaalde lengte. Druk je uit in maten. En de maat heeft weer een aantal tellen. Enfin, vier kwarts maat, vier tellen in de maat. En dan krijg je van je 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Daar ga ik je niet mee vervelen. Maar neem nou maar aan dat dit Summertime dan 16 maten duurt. Als dat nou voorbij is, je hebt die akkoorden gespeeld.
Je hebt dat melodietje gespeeld. Dan zou je dat weer kunnen gaan herhalen. 2, 3 of 4 maal. Maar dan wordt het, dacht ik, eentonig. Vandaar de improvisaties. Dat wil zeggen, probeer er nou eens iets anders op te doen dan alleen die melodie spelen. Ga eens ervan uit dat je om dat melodietje heen gaat spelen. Om het een iets andere klankkleur te geven. Dan krijg je dit. Zo vreselijk moeilijk om dat er nog uit te halen. Je bent er gewoon iets omheen gaan spelen, maar je hebt getracht om het melodietje er nog in te houden, omdat je gewoon bang bent dat je het zult verliezen en dat je niet meer weet waar je bent. Maar dan ben je een paar jaar bezig en dan zeg je, laat ik nou een improvisatie gaan spelen die gewoon moeilijker ligt, waar je de eigenlijke melodie eigenlijk niet meer uit kunt halen en waar je alleen je nog vasthoudt aan dat akkoordenschema en aan die lengte van het akkoordenschema. Dat is nou het moeilijke punt, hè? Waar mensen altijd met wenkbrauwen gaan fronsen en neuzen gaan optrekken en gaan zeggen, daar heb je ze weer. Die kerels die altijd zo moeilijk doen. En dat weet ik wel, dat moet ik dan ook wel toegeven. En denk bij mezelf, waarom zou ik je nou eigenlijk zo makkelijk maken? Zo'n melodietje achter elkaar gaan spelen en het steeds maar weer herhalen, dat wordt toch op de duur eentonig. Probeer er wat anders van te maken. En speciaal als je dus met een aantal mensen werkt, in een combo, hè? In een kwartet, in een trio of in een quintet of een nog grotere bezetting, dan is het juist leuk om te kijken wat je er verder mee kunt doen. En wanneer je dan eenmaal voor jezelf op de piano dit hebt uitgedacht, dat akkoordenschema, die lengte, die improvisaties, dan ga je dus praten met de andere leden van het kwartet in dit geval. Dan gaan we zeggen, wat gaan we er nou mee doen? Hoe gaan we dat nou opzetten? En dan kom je bij de verschillende instrumenten terecht en dan kom je allereerst terecht bij de bas. De bas waarvan een heleboel mensen ook weer helemaal niet weten wat ze ermee aan moeten. Ik heb wel eens mensen gesproken, zeg ik, meneer, wat is een bassist? Dan hoor je de eerste 5 minuten niets. Zo iemand staat je dan een beetje wazig aan te staren en dan na 5 minuten gaat hem toch kennelijk een licht op. Dan zegt hij, u bedoelt waarschijnlijk iemand met zo'n grote viool, wordt er dan gezegd. Dan ga je er maar op in en zeg ik, ja, dat klopt wel ongeveer, meneer, maar wat doet zo iemand daar nou op? En dan wordt er in de regel gezegd, nou, dat stelt niet zoveel voor. We hebben ze wel eens gezien, zo'n rijtje van die mensen, zo'n stuk of 8. Zo'n grote viool, daar hebben ze dan zo'n soort zaag bij, zeggen ze dan. Staan ze de hele avond dat ding door te zagen en dan krijg je van die donkere bromgeluiden en dat noemt men dan muziek. Daar kom je natuurlijk niet veel verder mee. Maar als je verder gaat en je zegt tegen zo iemand, wat doet een bassist in de jazzmuziek? Dan beginnen ze wat schamper te lachen en zeggen ze, nou meneer, dat stelt helemaal niets voor. Dat is een figuur die staat er aan zo'n grote viool, die heeft niet eens een strijkstok bij zich. Nee meneer, die plukt maar wat, wordt er dan gezegd. En dan zo'n beetje hatelijker erbij, pompen de pom pom pom, dat kan iedereen. En nou ben ik in de loop van de jaren op heel veel scholen geweest. En dan weet ik dat daar ook wel eens een keer het idee leeft van, het is maar pom pom. Er is dan een figuur op zo'n school, de bassist van de schoolband. Die zegt van, het is toch wel leuk bas spelen, maar zo'n instrument kost natuurlijk nogal wat geld. En die heeft er nou wat anders op gevonden. Die heeft een grote houten theekist, heeft hij opgedoken, heeft hij een mooi kleurtje gegeven. Dan loopt er zo'n lat naar boven, dan wordt er van boven naar onderen, wordt er zo schuin 1 snaar wordt daar gespannen. Of 1 behoorlijk stevig stuk touw. En dan gaat meneer erachter staan, dan hoor je pom pom pompen de pom pom. Soms zijn er figuren die weten heel goed dat ze geen bas spelen, maar je hebt ze er ook bij met zeer ernstige gezichten, met zo'n gezicht van wat bespeel ik een mooi instrument. En dan vind ik het altijd een beetje moeilijk om die mensen te laten horen dat het absoluut helemaal geen bas spelen is, want dat je als bassist juist ook je aan dat akkoordenschema moet houden en noten moet spelen, passen in dat akkoordenschema. Dat wou ik je nou even laten horen. Onze bassist Ruud Jacobs zal nu als het ware mijn linkerhand spelen in dat Summertime. Die laat ik weg. Ik speel alleen nog het melodietje en vraag dan aan hem, begeleid me nou eens en speel dan precies die noten die passen in het akkoordenschema. Nou, dat is, dacht ik, duidelijker dan je met woorden kunt vertellen. Heel zorgvuldig kiest hij op zijn 4 snaren die noten die passen bij het akkoordenschema.
Dan de gitaar. Gitarist Wim Overgouw, die eigenlijk ook in onze muziek twee functies heeft. Die van begeleider en die van solist. Nou ja, de gitaar, daar kunnen we natuurlijk boeken vol over schrijven. Je zou kunnen zeggen van de Spaanse gitarist die daar in Spanje zijn muziek speelt, tot aan de man die met de verhuiswagen vol versterkers binnenkomt rijden en in de popmuziek zijn noten speelt op de gitaar. Het is natuurlijk een enorm verschil. En ik wil zeker niet de een beter vinden dan de ander of discriminerend gaan worden. Allebei de gitaristen zijn er en daartussenin zijn er natuurlijk nog een heleboel anderen. In de jazzmuziek is de gitaar, dacht ik, een van de oudste instrumenten ooit gebruikt. Alleen tegenwoordig is het zo leuk dat je die twee functies kunt horen, omdat de gitaar dus nu ook voorzien is van een versterker. Een apparaat met nogal wat knoppen erop. Ik ben zelf niet technisch genoeg om te zeggen wat er allemaal in zit. Ik weet alleen waarvoor het dient. Je kan het geluid naar behoeven sterker of zwakker maken. En dat moet ook wel, want als je begeleidt, dan kan je het eigenlijk zonder versterker doen. Maar als je een solo gaat spelen, heb je echt die versterker wel nodig om een beetje boven de andere instrumenten uit te komen. Weer deze 16 maatjes van Summertime, waarin ik vraag of mijn broer, de bassist, de zaak gaat begeleiden op zijn bas. En waarin ik aan de gitarist vraag, aan Wim Overgouw, of hij nou de twee kanten van die gitaar even wil laten horen. De eerste 8 maten solo, de tweede 8 maten neem ik de solo over en dan speelt hij typisch ritmegitaar. Zijn we zover, jongens, met z'n drieën? Oké. Okay. Twee kanten van de gitaar, heel kort, maar even om te laten horen. En de solist was aan het woord en de begeleider. Zoals we dus vaak spelen, ook zonder drummer. Maar ditmaal wel de drummer erbij. Drummers waarvan vaak gezegd wordt van dat zijn mensen die de potten en pannen beroeren. Die dikwijls een hoop lawaai maken. Maar zijn het nou eigenlijk wel muzici? Ik dacht zeker wel. En zeker in de jazzmuziek, omdat ze juist met hun instrument, zonder dat ze zich dan aan die melodie zo hoeven te houden, hoewel ze die heel goed moeten kennen, om precies te weten waar ze hun fill-ins, hun dingen moeten maken die ze invullen. En die vooral ook ritmisch een enorm belangrijke taak hebben. Drummers die een groot aantal onderdelen regelen aan het drumstel hebben, zoals tom-toms, een bassdrum, bekkens. Maar ik dacht dat de meest voorname onderdelen van een drumstel toch wel waren de kleine trom, de snare drum. Snare drum zogenaamd dat er een snare onderdoor loopt die dan best gewenst, die kan je die snare spannen, waardoor die een heel apart effect maakt, die trom, of zonder die snare. En dan de zogenaamde hi-hat, een van de allerbelangrijkste dingen. Ik heb straks verteld, jazzmuziek in de regel, lang niet altijd, maar in de regel een 4/4 maat, 4 tellen in de maat. En dan altijd het accent op de 2e en 4e tel. En dat wordt in de jazzmuziek altijd duidelijk gemaakt door de drummer met die hi-hat. Die 2 bekkens, vrij kleine bekkens, die door middel van een voetpedaal op elkaar worden bewogen en dan een heel kort, krachtig effect krijgen. Die hi-hat wordt gebruikt en dan die snare drum, die kleine trommel wordt bespeeld met dan wat wij populair wel eens noemen vliegenmeppertjes, maar dat zijn dan de brushes, die geven zo'n vegend effect. Dat is de ene manier waarop een drummer zijn drumstel kan bespelen. De andere kant, wanneer het harder moet zijn, dan gebruikt u de stokken, de sticks en slaat ermee op het cymbal en gebruikt ook bijna altijd die hi-hat. Weer deze 16 maten van Summertime, maar dan de drummer, eerst de zachte kant met de brushes en dan de 2e 8 maten met de sticks dus op de cymbals. Weer deze 16 maatjes van Summertime om even zijn aandeel te horen. Ja, dat was dan Peter Ikma, de drummer. Je hebt ze alle 4 nu gehoord. Ik ben natuurlijk helemaal niet volledig geweest, maar ik heb je een klein kijkje willen geven in de keuken van de jazzmuziek. Er zijn natuurlijk enorm veel stijlen in jazzmuziek. Nogmaals, je kan bruggen maken naar klassieke muziek, bruggen maken naar de popmuziek, naar allerlei soorten van volksmuziek. Maar ik heb gewoon even in een kort tijdsbestek jullie willen laten horen hoe wij nou eigenlijk te werk gaan. En ik wou dat eerste gedeelte afsluiten met nu dan dat Summertime te spelen, maar dan in zijn geheel compleet met improvisaties.